Een jaar deed ik erover om deze reis te plannen. Ik tekende een perfecte reis. Een onmogelijke reis. Een gevaarlijke reis. Op 6 juli 2016 lifte ik van Utrecht naar Berlijn. Van Berlijn naar Warschau. En van Warschau naar Minsk. Van Minsk nam ik de trein naar Moskou en vanaf daar de Trans-Siberian Express naar Novosibirsk, een reis van 6000 kilometer, waar mij het eerste gevoel overviel volledig verlaten te zijn. Ik sliep in een donker oud hostel en reisde verder naar Gorno-Altaisk met een marsjrutka, een oude Sovjetbus. Eigenlijk wilde ik zo snel mogelijk bij mijn eerste ecofarm aankomen, maar het lieve couchsurfgezin vond het geen probleem dat ik een nacht extra bleef. Zo kon ik een beetje herstellen van mijn oorontsteking die ik op had gelopen. Ik blablakarde naar de eerste ecofarm. En ik kwam terecht midden in de taiga, ver weg van de bewoonde wereld. Een Oekraïens managers. Gezin had dit een paar jaar terug opgezet, zo de taiga ingetrokken om een volledige, zelfvoorzienende dorp op te bouwen. Ik ervaarde een eenvoudiger leven en een nieuwe dimensie van vrijheid. Een vrijheid waarin ik besloot tot een ingrijpende verandering. Vanaf dit moment zou ik alles liften en kamperen. Dit zette mijn reis volledig op zijn kop. Hoe dat op zijn kop staan eruit zag, werd gelijk al duidelijk bij mijn tweede liftervaring. Deze aardige Russen boden mij aan om met hun mee op vakantie te gaan in het Altaigebergte. Ik kon het niet afslaan en verbleef 3 dagen met hun in de bergen. Daarna liftte ik door naar Mongolië, waar ik 3 dagen in een guesthouse verbleef bij het grensdorpje Olgi. Om beter te worden. Ik had weer griep gekregen. On the Edge bood een Frans koppel me aan om met hun mee te rijden naar Bayan-Ongor. Een rit van meer dan 1000 kilometer. Die op de slechte wegen van Mongolië minstens 2 of 3 dagen zou duren. Ik kon dit niet laten schieten en besloot mee te gaan. En kwam na een hobbel de bobbel, kampeer, avontuur en fijne gesprekken aan in Bayan-Ongor. Waar ik opnieuw alleen was. Dat viel zwaar. Het goede nieuws was dat ik definitief beter was. Inmiddels was ik 1 maand onderweg en was eigenlijk alleen maar ziek geweest. Dat toch een hevige tol eiste van dit pittige avontuur. Ik bezocht een klooster, mediteerde en ging door. Vrijwel direct kreeg ik een lift naar Ulaanbaatar. Maar daar kwam ik niet aan. Vlak voor Ulaanbaatar vertelde ik de chauffeur dat hij moest stoppen. En ik liep zo de groene heuvels in met schaapjes, geitjes en koetjes. Ik had gewoon geen zin om in een stad met 2 miljoen inwoners te zijn. En ik wilde overleven. Ik liep 3 dagen. Ja, ik heb het geweten. Meer dan 40 kilometer met 35 kilo op mijn schouders. Ik sliep in mijn tentje en overnachtte bij nomaden. Daarna reis ik terug naar de bewoonde wereld. Lifte door naar mijn ecofarm, waar mijn volgende blog over zal gaan. Een nummer wat de hele tijd in mijn hoofd komt is To Let Myself Go van Anne Brun. Voordat ik ging, speelde mijn professor Laurens de Kater dit af in de les. En ik zag de vrede op zijn gezicht. Het werd mijn reismantra. Let myself go.
only way of being. Om mezelf te laten gaan. Om mezelf te laten vliegen. De enige manier om te zijn.